2017. Uitzoeken op de kaart waar hij is in bescherming. Vesten aan bij mensen, 2 mooie bij 5 uur. Een kwekers aan bij mijn slagroom. 1 bakje aan bij 3 uur. Voor Alex een bosje, Lilies. Mooi. Ja? Dankjewel. Vind het erin. En graag tot de volgende keer. Mensen, bedankt. Tot de volgende keer. Duo Haina, oftewel Hermine Nans. Hoop dat jullie genoten hebben. En we hebben genoeg muziek. Dat het vandaag 1 uur wil, maar we hebben het stoppen, helaas. Nou, één naar toegeven, gewoon nog doen. Dan gaan we zo naar Sierra Madre doen. Ja? Goed zo. Dan. Als jullie allemaal goed meedoen, nou, dan is het helemaal compleet. Shut the mansion and share it all to the sunny gun.
op zijn wij te beluisteren op het terras Bolsje te Vassen. Even een kleine reclame voor onszelf. Vanaf 1:30 Bolsje in Vassen. Tot kijk. Chanticoor, succes. Succes. Zeer zouden lieve mensen, goedemiddag. Goedemiddag, oud Bantum. Een hele eer voor ons als kloosterzangers van het Subkolo om hier vanmiddag samen met de Moscovieten voor jullie wat versier te mogen brengen. Het is vakantietijd en als Nabia wat zeggen wil, ik moet een aantal mensen helaas excuseren, want die zijn op vakantie. Geldt niet alleen voor zangers, maar het geldt ook voor muzikanten. Maar we hebben geleerd, we moeten roeien met de riemen die we hebben. En riemen die hebben wij, en roeien kunnen wij. Maar word je anders van een chanticoor dan niet gaat roeien, is niet best. We gaan voor u het eerste optreden doen en we gaan beginnen met een heel vrolijk liedje. U mag mee klappen en u mag mee zingen, u mag mee doen wat u wil. Valdery, Valdera, een frisse ochtendwandeling. Thanks.
Wat gaan we doen? We gaan het volgende doen. Ik heb hier een agenda. Dan mag u even kijken wat daarin staat. Allemaal namen van speelkaarten. Schoppen 9, klaver 10. Ja. Ja, oké. Wanneer bent u jarig? December, 27 december. 27 december, oké, daar gaan we. Ik hoop dat het lukt, want dit is niet makkelijk. December is een D, een E, een C, een E, een M, een B, een E, een R. Dus geen maat, M, A, A, et C. Dat zijn minder letters, maar december gaan we doen. Ik hoop dat ze blijven liggen. D, E, C, E, M, B, E, R. Dat is de maand. 27ste. Ja. Niet de 18e, niet de 4e. 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. We zijn er bijna. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Zoek nou eens 27 december op. Dat staat achterin. Dat had ik nog door. Oké. Okay. 27 december. Wat staat er op 27 december? Wat staat daar? Klaver 2. Dan moet dit dus klaver 2 zijn. Ah, deze is ook, hè? We hebben elkaar nog nooit gezien, hè? Klaver 2. Op uw verjaardag. Klaver 2. Dank u wel. Leuk, hè? Ja, dank u wel. Graag gedaan. Dit is een schot van Jan heel erg. De ouderen kennen hem allemaal en ook zie ik heel vaak die jeugd wel een beetje mee zijn. Maar de ouderen kennen hem in elk geval. Want we nemen u mee naar IJmuiden. Want op de sluizen van IJmuiden, daar heb ik jouw vaarwel gekust. Op dat plekje bij de haven stelde jij gelukkig mij weer gerust. Op de sluizen van IJmuiden.
niet in Old Bantam. Sommigen wel, heel veel zelfs, komen in Old Bantam. We gaan een half uurtje zingen. We beginnen met ons introductielied. Een variatie hebt u net ook al gehoord. En wij doen het nog een keertje over. Met Wij zijn de Moskovieten.
3 uur gaat hij de lucht in. U bent weer aan de beurt. Breng mooi weer mee. Dit ding stond er dan, die paal, aan het begin van de winkel. Als je de deur in kwam, moest je een kaartje pakken. En dan moest je dit eruit trekken. En dan stond ik met 50 en was je aan de deur. Weet je wel? Zo'n kaartje. Dit is een bonus. Hier nog meer weegschouwingen. Ja, ik heb het. Ja, dat is een hele vogeltje toch? Ja. Kan je hier al? Die komen klaar. Misschien of er nog iets kinds bij staat. Ik laat graag nog. Oh, aha dan. mijn schoonvader zal het, maar mij zegt het allemaal niks. Nee. Thank you.
tussen staan. Tussen tien meneer. 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 Even in het Duits, een lied van Freddy Quinn. Jongen, kom wat wieder. En als een jongen daar eens vraagt, hoor Jan. Jan Lembus die zal de solo maken. Hij krijgt nu van mij de microfoon. Yeah.
Ga goed, mees! Ja, maar wij zijn ook nog een coach. Wij zijn met de Jordi. Te paard mag. Doen jullie even mees? Ben je al geweest? Ja, ik ben mees. Ah, hier. €30 Ik denk er mee, ik kom voor 200 afwaard. Nee, moet alleen maar zo'n plaatje doen. Geen probleem, nee. Wij gaan weer verder met ons tweede blokje, de Boskovitsen. En wij beginnen met de feestelijke medley. Bij ons is dat nummer 63. Bij jullie 63. Het feest kan beginnen van mijn zee binnen. Maar we gaan weer een hele tijd. En het feest is ook wel een hele koers aan de gang.
naar het TVO gedaan. Wat TVO? Ja. Thank you.
de kloosterzangers uitnodigen. We zijn blij dat ook onze zangers het Sukkelo gehoor hebben gegeven aan ons verzoek om gezamenlijk op te treden. Een geweldig mooi evenement geworden. En uniek is ook dat we nu samen nog 6 nummers gaan doen. Nee. Of vooraan? Vooraan bij de ingang zijn nog loten te koop. En de hoofdprijs, dames en heren, is €300. Oh. Ja. En een lot kost maar €3. Klaar? Yeah.
Hey. En twee meisjes. Het veld komt, wordt het veld dichtgedaan en gaan we ervan uit dat als die rondloopt, dat hij vanzelf al een keer gras tot iets anders verwerkt en dat op een bepaalde plek in het veld aan de achterkant loslaat. In vaste vorm. En als dat op een bepaalde plek komt, de eerste plek waar hij dat doet, dan gaan we direct meten welk veld dat is. En dan krijgt die persoon de prijs van 300 euro. Er staan heel veel mensen aan de kant. Dat betekent dat voor haar is dat niet helemaal nieuw. Normaal zit ze alleen maar gras en af en toe is een keer een boer of een boer op een trekker. Maar dit is wel even wat anders. Ja, ik sta er ook nog even tegenaan te praten. Denk er maar even over na. Voor iedereen. Hey, vak 274 en daar heb ik het gehad. Oh, maar dat betekent dat daar ook geld voor nodig is om iets voor de natuur te doen. Ja. Oké. Okay. Dan komt dat het nog verschoon is. Ja, we hebben een klein beetje glas. Ik ga niet van het vlees hier gekomen. Dat is mooi, dat is niet toonbaar. Maar er zit nog niet veel beweging. Nee, hij is een beetje gelast. President Smit is dan mogelijk nog wat extra informatie kunnen geven over deze organisatie. Ja, goedemiddag, beste mensen. Aardige vrienden van de hospice zijn hier vanmorgen naartoe gekomen. Want we kregen bericht dat meisjes, zoals ik haar zeggen, Herbert, een mooie actie hadden georganiseerd. En dat de opbrengst voor 50% naar het dagopkamp gaat en 50% naar onze vrienden van de hospice in Hardenberg. Nou, Gerrit Bos zit er ineens zijn met de vertegenwoordiger. En wij zijn de vrienden van de hospice, die moeten elk jaar zorgen dat het financieel rondloopt bij de hospice. Dan denk ik dat heel veel mensen dat een hospice, dat het gewoon betaald wordt voor de ziektekosten te zijn. Maar dat is niet zo. Er is een landelijke pot van geld en die wordt verdeeld over alle hospices in Nederland. Als ze in bed naar de huiskamer gebracht worden, kunnen ze daar ook en daarvan niet. Dat is ook het verhaal. Onze derde vrijwilligers die willen graag dat de mensen die een niet langere levensverwachting hebben van 6 tot 8 weken, dat die een goede verzorging hebben tot op de dag toe. Maar de wagen is. En nou, hier kan het dus gewoon van. Is weer een foto. Dat denk Willem zelf ook, maar daar komt. De eerste druk is van de keten. Dit. Zomaar. Het is geschied. Nou, we gaan eten naar het gele merkpunt. Je hebt de spanning er goed ingehouden. De jongens van de meting zijn even afgeleid door Willem. Ja. Gaat er niet in staan? Oké. Okay. Ah, hij doet je niks, joh. Ik beloof je dat hij niks doet. Hij ruikt alleen maar even aan. Je. Twee is er één.
Ja, okay. Precies 7 meter. Ja? Precies 7 meter. Ja, exact 7 meter. Nou, als je duimen hebt, als je duimen ben je er voorbij hoor. Dat is de rand van het tatami. Dan staat er nog op, dat kan ook, hè? Ja, dat kan ook, maar dat kan ook nog niet verkocht. Nee, nee. Dus 54 verkocht. Oké, kunnen we al bekendmaken welke velden is van jullie? Alle van die keer. Ik ben Berg bij. Je kunt hem nu ook bellen. Oké, okay, we hebben in ieder geval een winnaar. Die van de naam kan ik de microfoon geven. Nou, we gaan eerst de winnaar in. Zeg eerst even een nummer. Oké, het volgende nummer, het veld 54, is het veld wat gewonnen heeft. En er wordt op dit moment gebeld. Veldink uit Bergwijn, dat weten we. Veldink uit Bergwijn, die Veldink. En het telefoonnummer is Bergwijn 23. Gaat de prijs krijgen van de organisatie Herbert. Hier zo. Jij eentje. Dat het maar goed terecht mag komen. Ja, van harte gefeliciteerd en dat het maar goed terecht mag komen. Oké, okay, dus dat is een prijs van 1227 euro. Nee, 1238 euro. Eindhoven. Ja, wij niet deze vaart. Wij komen uit Dinsdorp. Eindhoven. Viering, de zadelveer. Die koga is voor mij nog niet. Ja, dat is goed. Heb jullie dit veranderd? Ja, eerst was die nieuwe de Noordse boven staat. En dan heb ik het terug. En ga je in de kruis op de
Heb je verder? Ja, ik weet het niet zelf, want ik denk dat het wel gebruikt is. Wat een boer heeft gebruikt, hè? Ja. Kijk eens aan, jongens. De voorlopers. Hé? Pas, broer. Heb je mijn vrouw mee moe? Als je er geen zo'n wagen toe op had, heb je maar gezegd.